staan aan de Sparendammerstraat in Amsterdam. Wat is er gebeurd? Er heeft een brand gewoed in 3 panden. Een restaurant en nog een restaurant en het daarnaast gelegen verfwinkel. Ook heeft de bovengelegen woningen heeft het ook eventjes gebrand. En de brand is aan de achterzijde uitslaand geweest en heeft daarbij de gevel beschadigd. Er zit er nog een, die komt eraan. Ja, er zit er. Waren de mensen thuis toen de brand begon? Ja, er waren meerdere personen aanwezig in de daar bovengelegen woningen. En alle bovengelegen woningen en de naastgelegen woningen die hebben wij ontruimd. Zijn er mensen gewond geraakt? Van de mensen die daarboven wonen zijn niemand gewond geraakt. Er is wel een collega gewond geraakt. Helaas is hij bij de inzet is hij van het dak gevallen. En hij heeft daarmee een enkele verwonding opgelopen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Sorry. In welke zaak is nou de brand precies begonnen? Nou, ik weet niet waar de brand precies begonnen is. Ik weet alleen dat hij in 3 panden heeft gewoed. Is er veel schade? Je kan je voorstellen met een brand als deze. Brand in 3 panden, bovengelegen woningen en uitslaande achter. Is er behoorlijk wat schade. Kunnen de mensen straks terug naar huis? Nou, de bewoners van 1 hoog die kunnen sowieso niet terug. Maar de bovengelegen woningen van 2, 3 en mogelijkwijs 4 zou eventueel kunnen. Dat zou onderzoek moeten uitwijzen.